Today, we plunge into the second chapter of Isaiah. Vandaag springen we in het tweede hoofdstuk van Jesaja. Now, the beginning of the second chapter of Isaiah is a passage you have heard me quote many times, and I think it's fair to say it's one of the most famous passages in the entire book. En we gaan kijken naar dus hoofdstuk 2 van Jesaja. Er is al veel uitgequote in zijn lessen door Rabbi Chaim zelf. Maar eigenlijk is het ook het beroemdste hoofdstuk van het hele boek Jesaja. Among our challenges, besides appreciating what Isaiah is telling us in these verses, is understanding how they connect with both chapter 1 that came before, and the rest of the chapter that comes after. En de uitdaging die we hier vinden is wat de profeet Jesaja ons wil leren, voor ook voor onze tijd, maar ook in relatie met het hoofdstuk ervoor, hoofdstuk 1, maar ook in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3. So let's begin then with the opening words of the chapter. En we beginnen met de openingswoorden van het hoofdstuk. Verse 1, the word that Isaiah, the son of Amos, saw prophesied concerning Judah and Jerusalem. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. Verse 2, and it shall come to pass in the end of days that the mountain of God's house will be established as the top of mountains, and exalted above the hills, and all nations will stream to it. Vers 2. En het zal geschieden in de laatste der dagen. Dan zal de berg van het huis des Heeren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. And of course, as we always note, in citing these words, the nations stream to it as the nations, not as Israel. There is no expectation that all the nations become Jewish. En opmerkelijk wat hier natuurlijk staat, we hebben het al veel vaker genoemd, dat alle naties zullen optrekken, de volkeren zullen optrekken, derwaarts heen stromen naar de berg des Heren. Dus dat betreft niet het volk Israël. Maar het zijn dus echt de volkeren van deze wereld. En er wordt dus niet van hun verwacht dat je Joods zullen worden. So they come as all the nations, but of course what's critical is where they are coming. They come again to the mountain of God's house. En het opmerkelijke is natuurlijk, waarom komen de naties? Zij komen naar de berg des Heren. Verse 3, and many peoples will go and say, go and let us go up to the mountain of God, to the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will go in his paths. For out of Zion shall go forth Torah, teaching, and the word of God from Jerusalem. We lezen verder in vers 3. En vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de Torah uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. I should just point out that, of course, in biblical Hebrew, there are no quotation marks. And while the translation places the end of the quotation over here, after he will teach us of his ways and we will go in his paths, it's perfectly plausible to regard the entire verse as what they say. That they also say, for out of Zion will go forth Torah and the word of God from Jerusalem. En in de Hebreeuwse grondtekst staan geen leestekens of geen versen aanduiding. Dus in feite kun je deze twee dus deze twee zinnen dus ook helemaal doorlezen in één geheel. And verse 4, he will judge among the nations
and will reprove many peoples, and they will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. We lezen verder in vers 4. En hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken tussen machtige natie. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegzwaarden omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren. So of course, as we have noted many times, this lofty goal is of course enshrined in the Isaiah wall adjacent to the building of the United Nations. En zoals wij dat ook al vaker hebben opgemerkt, deze beroemde woorden zijn ook beschreven op de muur van de Verenigde Naties. So all the nations of the world then are conceding that this vision of universal peace and brotherhood comes from the prophets in the Holy Bible. Dus het opmerkelijke is, juist omdat het daar is geplaatst, aan de muur van de United Nations, is juist omdat het een Bijbels vers is. Iedereen verlangt natuurlijk naar vrede en broederliefde. En dat is ook waar zij voor staan, maar het is natuurlijk vanuit de Bijbel genomen. Which is a nice start, but they failed. En het is natuurlijk een hele mooie start, zoals zij toen zijn begonnen, maar zijn zij wel, ze zijn gefaald hierin. They didn't just fail a bit, they failed totally, spectacularly. En ze zijn niet een beetje hierin gefaald, deze woorden, maar ze zijn totaal, helemaal zijn ze gevallen en hebben ze gefaald in deze tekst. You know why they failed? Waarom hebben ze dan gefaald? Because they began the quotation too late. Omdat ze eigenlijk hiermee zijn begonnen te laat. They only quoted, they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks and so on. But the only way you get there is with the universal recognition that out of Zion goes forth Torah and the word of God from Jerusalem. Want het is opmerkelijk en daarom is het dus een falen. Ze beginnen pas bij vers 4, dat is dus geschreven op de muren. Maar ze hadden natuurlijk eerder moeten beginnen, want het kan natuurlijk alleen als Gods woord, zijn Torah, uitgaat vanuit Jeruzalem. And we've made this point many times, but I'm going to make it again to illustrate the problem. So long as I want to get over here and you want to get over here, we have conflicting goals. Then either I need to push you out of my way or you need to push me out of your way and peace is impossible. Dus we hebben dit al veel vaker behandeld in de lessen en juist willen we toch nog even erbij stilstaan omdat we het nu ook behandelen. Omdat het niet gebaseerd is vanuit de Torah, als die uitgaat vanuit God zelf, vanuit Jeruzalem, dan heb je misschien wel een gemeenschappelijk doel, maar je hebt verschillende wegen die daarnaar leiden. En dan heb je altijd een machtsstrijd. Jij wil misschien die kant op, de ander wil die kant op, maar het gaat ten koste van. Dus het gaat niet werken. Peace becomes not only possible, but even inevitable, once we all realize we're heading toward the same goal. Vrede is alleen maar mogelijk als we inderdaad hetzelfde fundament zullen hebben, maar zeker ook hetzelfde doel. We can have different missions in advancing that goal, different roles to play, different paths to take, but still one goal. En je kan verschillende missies hebben en verschillende wegen die je neemt te leiden, verschillende rollen ook moeten spelen, maar het doel staat wel vast. But it's one goal. I want you to advance toward that goal in your mission. And you want me to advance toward that goal in my mission. Because both of those missions are advancing the same goal. Dus als je wordt uitgenodigd om samen een bepaald doel na te streven, en dan ook respect te hebben zeg maar, voor de ene missie en de andere missie, maar als je de schouders onder zou zetten naar dat ene hoofddoel, dan zou het gelukken. It's not one mission, and again, we stress, all nations
stream to it, and they come as separate and distinct nations with distinct identities and distinct missions, because the identities, after all, equip them to fulfill their unique roles, to accomplish their missions in attaining that one goal that unites us all. En elke natie is een identiteit op zichzelf. En dat is op zich ook niet erg, want ieder heeft de verschillende talenten daarop in. Mits wij overeind houden hetzelfde doel, dat we dat maar willen nastreven met onze eigen specifieke identiteit die daarin ligt. Zou dat mogelijk moeten zijn? It isn't one single melody. It's not unison. It is rather harmony. Everyone singing a unique melody, but everyone singing those melodies together with everyone else in step. Dus in feite zou je dat ook kunnen vergelijken met een melodie. Iedereen heeft een specifieke klank, een specifieke melodie. Maar iedereen is wel nodig om samen tot een heel orkest te kunnen komen, zeg maar. Er is wel een samenspel van. Als er één unieke doel maar bovenaan staat. Unison sounds nice, but harmony sounds so much nicer. Universeel denken, zeg maar, dat klinkt heel erg mooi. Maar harmonie onderling, dat is natuurlijk veel mooier. And furthermore, it gives us so much more of a sense that our loving Father has bestowed upon each of us a unique role to play in the advancement of the goals he ordained for the world. En hier ligt ook een gevoeligheid op te merken. En dat we dat ook moeten erkennen, dat onze geliefde Vader ons een unieke rol heeft gegeven. Als natie, zeg maar ook als persoon zelf. En dat we allemaal mee mogen doen om dat doel van de Almachtige Vader te bereiken. Now, inevitably, one of the first questions we need to ask in integrating these words in our understanding of chapter 2 is, when is this supposed to happen? En de eerste vraag die we ons moeten stellen om dieper in deze teksten te kunnen gaan duiken, wanneer zal dit plaatsvinden? Of course, verse 2 says, it shall come to pass in the end of days, but the end of which days? En natuurlijk staat er in vers 2 al geschreven, en het zal geschieden in de laatste der dagen, maar wat daar dan mee bedoelt? Het laatste van welke dagen? The truth is that there are multiple answers that are possible for this question. En natuurlijk zijn er meerdere antwoorden te geven op deze vraag. When we consider the next words, that the mountain of God's house will be established at the top of mountains, inevitably we can't help but consider another couple of prophecies that speak of the elevation of the Temple Mount as well. En dan gaan we verder kijken naar het vervolg van het vers. Dan zal de berg van het huis des Heeren vaststaan als de hoogste der bergen. En om dat juist ook weer te bepalen, zullen we ook moeten kijken naar andere profeten en profetieën. One in Ezekiel chapter 40 is particularly significant because we find here likewise reference to what is clearly the Temple Mount as a very high mountain. Het eerste gaan we even kijken naar Ezekiel 40, vers 1 en 2. Daar wordt ook een specifieke aanduiding gesproken. De hele erge, de hoogste berg. En daar wordt natuurlijk specifiek de Tempelberg mee bedoeld. Ironically, perhaps both tragically and joyously, Ezekiel chapter 40 takes place after the destruction of the Holy Temple. En ironisch gezien, wanneer dit wordt geschreven,
is juist als juist de tempel is verwoest. The prophecy introduces Ezekiel's vision of the rebuilt temple of the future. En juist in die context zien, juist omdat de tempel daarin net is verwoest, spreekt Ezekiel over de toekomstige tempel die zal worden herbouwd. And of course, inevitably, there also, we could legitimately ask, when is this prophecy to be actualized, the rebuilt temple? En dan kun je dus inderdaad ook de vraag stellen, wanneer zal dit bewaarheid worden? Wanneer is dit actueel? Wanneer zal de andere tempel, de nieuwe tempel, worden herbouwd? Well, I'm not going to attempt to answer that question either, but I would like to note an additional prophecy that speaks of the elevation of the mountain of God's house, and that is Micha chapter 4. We gaan nu niet verder in op het beantwoorden wanneer de derde tempel wordt gebouwd, maar we kijken nog weer naar een andere profeet, Micha in dit geval, hoofdstuk 4, waar specifiek de aanduiding is dat Gods huis, Gods berg, hoger zal zijn dan de rest. What is especially tantalizing about the beginning of chapter 4 in Micha is that it is almost identical to what we read in Isaiah chapter 2. En het opmerkelijke van Micha 4 vers 1 is eigenlijk dat daar het precies hetzelfde staat als wat we net hebben gelezen in Jesaja hoofdstuk 2. The same time, I'm not going to be reading it now. You can see at the beginning of the chapter, it starts out with telling us, in the end of days, it shall come to pass that the mountain of God's house will be established at the top of mountains and exalted above the hills, exactly as we saw in the words of Isaiah. And indeed, it culminates in verse 3 with beating their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore, just as we saw in Isaiah chapter 2 as well. En we gaan het hele stuk niet lezen, maar als je zelf even kijkt in de Bijbel, Micha 4 vers 1 tot en met 4, zeg maar, is het eigenlijk identiek geschreven wat wij net hebben gelezen in Jesaja, waarin ook wordt geschreven in het laatste dagen dat de naties zullen optrekken, dat Gods berg vaststaat en dat Gods woord zal uitgaan van Jeruzalem en dat er ook rechtspraak zal zijn. En ook weer inderdaad dat zij de zwaarden tot ploegscharen zullen omsmeden. Dus het is precies daar geschreven als in Jesaja hoofdstuk 2. In Micha chapter 4, verse 4, following nation shall not lift up sword against nation and so on, we read the well-known words, they shall sit every man under his vine and under his fig tree, and none shall make them afraid, for the mouth of the God of hosts has spoken. Het opmerkelijke wat dan wordt gezegd in vers 4 van Micha, maar zij zullen zitten, en ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt, want de mond van de Heere der Heerscharen heeft het gesproken. Now, that would be a nice note upon which to conclude, except we still have most of the chapter ahead of us. En het zou heel mooi zijn dat we hiermee konden eindigen, maar we hebben nog een heel stuk van het hoofdstuk voor ons liggen. We also still need to consider what the connection is between these words and the words that preceded them in both Isaiah and Micha. En in feite moeten we natuurlijk ook nog even kijken wat was de aanleiding dat deze woorden werden opgeschreven, eigenlijk vanuit de tijd van natuurlijk en Jesaja zelf, maar ook voor de profeet Micha. It is noteworthy that the verses that precede this exalted vision in Isaiah at the end of chapter 1 and the verses that precede the same exalted vision in Micha, the end of chapter 3 that precedes what we just saw, are actually very similar. En ook als we kijken naar de laatste versen van Micha 3,
zijn eigenlijk een beetje identiek als de Jesaja hoofdstuk 1, daar de laatste versen van. Terrifying words. En dat zijn eigenlijk hele verschrikkelijke woorden. In Micha chapter 3, the last verses, 9 through 12, begin, verse 9, hear this, I pray you, you heads of the house of Jacob and rulers of the house of Israel, who abhor justice and pervert all that is straight. We beginnen te lezen met Micha 3, vers 9, tot en met 12 zullen we dat doen. Vers 9. Hoort dit toch, hoofden van het huis Jacobs en leidslieden van het huis Israël, die het recht verafschuwt en al het recht kromp maakt. Verse 10. Who build up Zion with blood and Jerusalem with iniquity. Vers 10. Die Sion bouwt met bloed en Jeruzalem met onrecht. Verse 11. The heads thereof judge for bribery, the priests thereof teach for a price, the prophets thereof divine for money. Yet will they lean upon God and say, is not God in the midst of us? No evil come upon us. Vers 11. De hoofden spreken er recht voor geschenken, en de priesters geven er onderricht om loon, en de profeten plegen er waarzeggerij voor geld, en daarbij steunen ze op de Heer en zeggen, is de Heer niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen. Vers 12. Therefore shall Zion for your sake be plowed as a field, and Jerusalem shall become heaps, and the mountain of the house of God, as the high places of a forest. Vers 12. Daarom zal om uwentwil Sion als een akker worden omgeploegd, en Jeruzalem zal worden tot steenhoven, ja, de tempelberg tot woudhoogten. The end of Isaiah chapter 1, similarly, therefore, in verse 24, said the Lord, the God of hosts, the mighty one of Israel, I will ease me of my adversaries and avenge me of my enemies. We gaan weer terug even naar Jesaja, hoofdstuk 1, en dan gaan we kijken naar het laatste gedeelte, beginnend bij vers 24. Daarom laat het woord als Heer en de Heer der Heerscharen, de machtige Israëls, wee, ik zal wraak oefenen aan mijn tegenstanders en ik wil mij wreken op mijn vijanden. Apropos of what Micha said of the judges, in Isaiah chapter 1, verse 26, and I will restore your judges as at the first. En zoals Micha ook verkondigde juist dat er recht zal worden gesproken over de slechte rechtspraak die toen de tijd gesproken werd. En dat staat in vers 26. Uw rechter zal ik weer maken als weer leer en uw raad leren als in den beginnen. Micha spoke of those abhorring justice, building up Jerusalem with blood. Isaiah in verse 27. Says Zion shall be redeemed with justice, and they that return to her are penitent with righteousness. En Micha inderdaad noemde al dat het recht zo vertreden werd en dat het verkeerde rechtspraak was. En ook in vers 27 van Jesaja zien we dan ook wat Jesaja daar nog van zegt. Sion zal door recht verlost worden, en wie daaruit zich bekeren door gerechtigheid. The last verses of Isaiah chapter 1 were likewise verses of retribution. In verse 28, the destruction of the transgressors and the sinners will be together, and they that forsake God will be consumed. In vers 28, waarin Gods toorn zeg maar losbrandt over de rest, maar er zal verplettering zijn van de overtredaars en de zondaars tezamen, en wie de Heere verlaten, zullen vergaan. Skipping to the last verse of chapter 1, but immediately precedes the words that we saw in chapter 2. And the strong will be as tow, and his work as a spark,
and they shall both burn together and none shall quench them. En het wordt nog een keer herhaald in vers 31. En de sterke zal tot afval van vlas worden en zijn werk tot een vonk. En zij zullen beide tezamen verbranden zonder dat er iemand blust. Terrifyingly similar to the last verse in Micha chapter 3 that spoke of Zion being plowed as a field, total destruction and desolation. En het laatste vers van Micha 3 gaat dus over een totale vernietiging, lijkt het van Sion, van Jeruzalem, waarin wordt gezegd dat Jeruzalem ook helemaal wordt omgeploegd. En daarin staat dus een hele grote straf, wat hierin wordt vermeld. Dat zijn verschrikkelijke woorden. What are we to make of these terrifying verses preceding such an exalted vision? En hoe kan het dan dat zulke verschrikkelijke woorden uitlopen op zo'n fantastisch visioen? Well, on the one hand, if the words of Isaiah in chapter 1, verse 27, that Zion will be redeemed with justice and repentant with righteousness, are fulfilled, then Zion is ready to be that focal point toward which all nations stream. En het opmerkelijke is inderdaad van vers 27 van Jesaja, daarin dus stond: Sion zal door recht verlost worden en wie daaruit zijn bekeren door gerechtigheid. En wanneer dat is gebeurd, dan inderdaad komt er zo'n prachtig visioen tot stand, dat dan ook de natieën en de volken zullen optrekken om daaraan mee te kunnen doen. Considering that in Micha chapter 3 we didn't see such a positive dimension expressed at all, maybe the right way to understand the opening words of chapter 2 is as part of the rebuke. Look at what Zion and Jerusalem are supposed to do. What are you doing to reach that goal? Het opmerkelijke is dus inderdaad, als je de verschrikkelijke woorden van Micha ernaast zet, dan moet je weer opletten van hoe kan het dan uitleggen op zo'n mooi visioen. Dan kan dat alleen als er van recht en gerechtigheid wordt gesproken, als Jeruzalem is verlost. Maar hoe komen we, zeg maar, tot dat gezamenlijke doel? That alternative is likewise strengthened when we consider the verses that follow, beginning in Isaiah chapter 2, verse 5. En hoe we daar moeten gaan komen, gaan we bekijken door verder te lezen in Jesaja, vers 5. O house of Jacob, go and let us walk in the light of God. En de oproep daar voor het huis van Jacob, voor Israël, geldt dan: Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht des Heren. Now it is an invitation to walk, but when we consider what it's telling us in the aftermath of the opening verses of chapter 2, maybe it's also part of the rebuke, because in the future, all nations will stream to the Temple Mount, and all of those peoples are going to say, let us go up to the mountain of God, to the house of the God of Jacob. And on some plane, the prophet says to the house of Jacob, well, where are you? What are you doing? And in feite is vers 5 een uitnodiging voor iedereen om juist op te trekken naar het huis des Heren, om in zijn licht op te wandelen. Maar het is ook een uitnodiging om te zeggen en even bij stil te staan: waar ben jij nu? Waar ben jij mee bezig? And the words of rebuke continue. Verse 6. You have forsaken your people, the prophet says to God, the house of Jacob. But the reason you forsook them is, they are full of witchcraft from the east, and soothsayers like the Philistines, that's on the west, and they please themselves in the brood of aliens, instead of
learning from the exalted vision of all nations in the future. They've chosen to learn from the pagan practices of the nations surrounding them in the present. En in vers 6 lezen we dan ook weer een waarschuwing, een afwijzing. Van God wegen, zeg maar. Ik ga het even lezen. Voorwaar, gij hebt uw volk, het huis van Jacob, verworpen. Opdat het geheel beïnvloed is door het oosten. En tovenarij pleegt als de Filistijnen, die wonen in het westen. En samen doet met kinderen van buitenlanders. Dus daar staat eigenlijk op dat er afgoderij wordt gepleegd met vreemde volkeren. Verse 7 speaks of the great wealth that they attain, and verse 8, taking that wealth and filling the land with idols, with idolatry, with pagan practices. In vers 7 en 8 zien we een opsomming dat er veel zilver is en goud en schatten, maar ook dat het land vol is van afgoden. En dat heeft dus echt te maken met afgoderij, met omliggende landen en die goden die daar aanbeden worden. Very reminiscent of the words of rebuke in Deuteronomy chapter 8. A similar warning that in verses 12 and 13, when you eat and are satisfied and you have great property and your wealth multiplies, verse 14, your heart is lifted up and you forget God your Lord. En als we kijken naar Deuteronomium hoofdstuk 8, vers 12, 13, 14, dan staat daar ook weer de waarschuwing van Gods wegen, en wat herhaalt in feite in Jesaja, wat er is gebeurd, opdat wanneer gij eet en verzadigd wordt, goede huizen bouwt en die bewoont, uw runderen en kleinvee zich vermeerderen en uw zilver en goud zich vermeerderen, ja, al wat gij hebt zich vermeerderd. En dan vers 14, heel opmerkelijk, uw hart zich niet verheffen en gij de Heere uw God vergeet die u uit het land Egypte is geleid. The dire danger as expressed in verse 17, and you say in your heart, my power and the might of my hands has gotten me this wealth. En het gevaar zit juist inderdaad dan hierin, dat wordt gezegd in vers 17. Zeg dan niet bij uzelf, mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verworven. The danger of pride, the danger of arrogance. And consequently, in that pride and arrogance, forgetting God. Because, you know, when someone becomes proud and arrogant, he starts to think he's God. Hierin liggen dus sterke woorden van trots en arrogantie. En dat je daarin dus God kan vergeten, heel snel. En dat je dan opeens gaat denken van, goh, ik heb het allemaal zelf gedaan. En dan word je dus je eigen God. En in Deuteronomy chapter 8, the remedy, in verse 18, you shall remember God your Lord, for it is he who gives you the power to get the wealth, that he may establish his covenant, which he swore to your fathers, as it is this day. Maar de oplossing geeft de Heere God ook zelf, en die lezen we in vers 18. Maar gij zult aan de Heere uw God denken, want hij is het die uw kracht geeft om vermogen te verwerpen, ten einde het verbond verstand te doen dat hij uw vaderen gezworen heeft, zoals dit heden het geval is. Note, of course, your remembering God is not do God any favors. God doesn't need that. You need it. You need to make yourself worthy of the covenant that God swore to your fathers, that he is actualizing this day. En Heer, God heeft het niet nodig dat wij hem groot zouden moeten maken, zeg maar. Maar wat hij is waardig van zichzelf. Maar wij zijn vaak onwaardig. En dus hebben we hem heel erg hard nodig om tot een bepaalde waardigheid en heiligheid te kunnen komen. Dus daarin hoeven wij niet trots of arrogant op ons eigen wezen te zijn. Because as we've discussed many times, God is always
pouring out his Spirit upon us, but if we don't prepare the vessels for receiving his Spirit, we only end up with a puddle on the floor. Want de Heer God wil altijd zijn Heilige Geest op ons uitstorten. Hij geeft ons daar ook de gereedschappen voor. Alleen wij zijn het zelf wel diegenen die de gereedschappen moeten hanteren. And so, returning to Isaiah chapter 2. In verse 9, man bows down, man lowers himself or has become humble, and you cannot forgive them because they're bowing down without really giving up on that arrogance and pride. They're still focused on their idols. En we gaan verder kijken naar Jesaja 2, vers 9. Zo verlagen zich de mensen en vernederen de mannen zich. Vergeef het hun niet. Want ook al buigen zij zich neer, die trots en die arrogantie zijn ze nog niet kwijt. Die hebben ze niet losgelaten. Remedy. The only true remedy that heals. Verses 10 and 11. Enter into the rock and hide in the dust from before the terror of God and the glory of his majesty. The lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down, and God alone will be exalted in that day. Wat dan volgt, lezen we in 10 en vers 11. Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijne majesteit. De verwatende ogen der mensen worden vernederd en de trots der mannen wordt neergebogen. En de Heer alleen is ten dien dagen vergeven. En we could identify the third section of chapter 2 further elaborates on precisely this theme of arrogance giving way to humility. En in feite kun je hoofdstuk 3 of hoofdstuk 2 en 3 gedeelten lezen, drie aparte secties zeg maar. En wat je dan ziet in vanaf dit hoofdstuk of van deze sectie verder, is dat de arrogantie daar wordt op geantwoord door de Heere God met straf. En dat zal ook wel moeten, want daarin zit ook de oplossing te komen tot. Verse 12. For the God of hosts has a day upon all that is proud and lofty, and upon all that is lifted up, and he shall become humble. De Heere God, wat hij daarmee bedoelt, wordt beschreven in vers 12. Want er is een dag van de Heer en er is scharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat ze verheft, opdat het vernederd worden. And in the verses that follow, 13, 14, 15, and 16, we see further imagery describing that loftiness, that pridefulness. And in verse 17, once again, and the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be humbled, and God alone will be exalted in that day. In de tussenliggende versen tot en met vers 16 komt er weer een opsomming van de trotsheid van alles wat daarin genoemd wordt. De bergen, het vele geld, de kostbaarheden, de kunstschatten. En dan in vers 17 gaan we weer kijken, dan komt er een herhaling wat de Heere God net heeft genoemd. Dan wordt de verwatenheid der mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd. En de Heer alleen is ten dien dagen verheven. One can't miss the obvious imagery that the chapter begins with the mountain of God's house being established at the top of mountains and exalted above the hills. That's what is to be exalted, not our prideful hearts. That needs to be our destination, not focusing upon our own arrogance. Dus hiermee kun je de link zetten met het begin van het hoofdstuk van hoofdstuk 2, dat het de berg des Heren vast zal staan en hij zal hoog verheven zijn.
En onze trots en onze arrogantie, daar gaat het dus niet om. Op het eind zal alleen de Heere God zijn berg hoog verheven zijn. Dat is het uiteindelijke doel. En daar zal iedereen voor zich moeten voorbij gaan. And it is that becomes actual. Verse 18. And the idols shall utterly pass away. Most of all, the idols of self-worship, bowing down to what we ourselves have made. En het uiteindelijke, wanneer dit zal gebeuren, staat een beetje omschreven in vers 18. En de afgoden zullen volkomen verdwijnen. En de afgoden die hier worden genoemd, in feite kun je het meeste zeggen, dat zijn onze eigen afgoden. Dat is onze eigen arrogantie en hoogmoed ten opzichte van het wandelen met de Heere God. En in almost identical terms, in verses 19... and again in 21. And men shall come into the caves of the rocks and into the holes of the earth from before the terror of God and the glory of his majesty when he arises to shake mightily the earth. En het vervolg hebben wij zo net bijna identiek gelezen. Dat staat in vers 19. Dan kruipt men in de spelonken der rossen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit, wanneer hij opstaat om de aarde te verschrikken. If we fail to humble ourselves on our own, circumstances coming from God will do the job for us. En als wij niet vanuit onszelf ons vernederen en neerbuigen voor de Heere God, dan zal de Heere God de omstandigheden zo laten meewerken dat wij uiteindelijk dat toch zullen gaan doen. It is when we fail to humble ourselves that we are so little esteemed. Dus als we er pas in slagen om onszelf totaal neer te werken voor de Heere God, dan pas is er ook een oplossing. En hoeft het dus niet zo ver te komen als wat hierin wordt beschreven. The last words of the chapter. Cease you from man in whose nostrils is a breath. For how little is he to be accounted. Als wij van onszelf of van een mens van zichzelf helemaal nederig wordt voor de Heere God en echt ook zijn kleinheid ziet en herkent, dan kun je ook een mooi vers dat daarop aansluit is, vers 22. Laat toch af van de mens wiens adem in de neus is, want wat is hij te achten? The theme of being humbled before God's exaltedness is one that returns again in Isaiah, just another three chapters in Isaiah chapter 5. En de nederigheid waarin wij moeten komen, zeg maar, om de Heere God hier te bewijzen, zien wij ook terugkomen in een volgend hoofdstuk, en wel in Jesaja hoofdstuk 5. I think it's instructive for us to consider the message in these words in chapter 5, because likewise, the context is very clearly words of rebuke. En we gaan hier juist nog even naar kijken, want deze woorden zijn heel erg similar wat wij ook eerder hebben gelezen. En daar staat weer een terechtwijzing en een waarschuwing uit, net wat eerder werd besproken. Although significantly, it doesn't seem when one reads the verses in Isaiah chapter 5, that the problem is precisely the problem of pride and arrogance. It seems that there's a different problem here. En als we deze versen direct gaan lezen, lijkt het of het hier wordt besproken van een ander probleem, maar is dat ook werkelijk zo? In chapter 5, verses 11 and 12,
Woe unto them that rise up early in the morning that they may pursue strong drink, that tarry late into the night till wine inflame them. And the harp and the psaltery, the tabret and the pipe and wine are in their feasts, for they regard not the work of God, neither have they considered the operation of his hands. We lezen dan Jesaja hoofdstuk 5, vers 11 en 12. Wee hun die reeds des morgens vroeg bedwelmende drank zoeken, die laat in de nacht opblijven, terwijl de wijn hen vergif. Dan bestaat hun feest in citer en hof, tamboerijn, fluit en wijn, maar op het doen des Heeren letten zij niet, en het werk zijner handen zien zij niet. What's the problem here? The problem is not what we would immediately identify as pride or arrogance, rather, is that they're just not paying attention to anything. They're living a purely hedonistic lifestyle, and what's the crux of the problem? Again, they regard not the work of God, neither have they considered the operation of his hand. Hier kun je misschien ten grondslag zeggen, maar het ligt er natuurlijk niet heel duidelijk op. Het was een arrogantie, zal dat oorzaak van dit probleem kunnen zijn. Maar eigenlijk kun je ook heel erg duidelijk zeggen, vooral zij leven in een staat van hedonisme, van alles van God los, zeg maar. En wat hen ook wordt verweten, is juist dat zij niet letten op wat de Heere God doet. En het werk van zijn handen, dat zien zij helemaal niet. En dat is het grote probleem, dat hun later, of nu, wat hier beschreven wordt, wordt verweten. And indeed, the cause of punishment in verse 13, therefore my people are gone into exile for want of knowledge. They just don't know what's going on. We lezen verder in vers 13. Daarom gaat mijn volk in ballingschap wegens gemis aan begrip. Ze weten heel simpel gewoon niet wat er aan de hand is. Ze zien het niet, ze merken het niet op. But maybe it's important for us to appreciate that it really is the same problem. Maybe the other side of the same coin. En misschien lijkt het dus inderdaad een ander probleem, maar misschien is het ook inderdaad een uitleg van dezelfde kant van de medaille. Because of course, on the one hand, when someone is prideful and arrogant, he doesn't pay attention to anything other than himself. Want in feite kun je zeggen, als iemand trots en arrogant is op zijn eigen wezen en op zijn eigen doen en laten, dan is hij sowieso niet oplettend in zijn omgeving. Maar eigenlijk kijkt hij alleen maar naar zichzelf. Everything else is insignificant or irrelevant. All that matters is himself. Want alles draait om hemzelf. En alles om hem heen, ja, dat is in feite niet relevant. So, the pride and arrogance lead to not paying attention. Dus trots en arrogantie leidt dus inderdaad door leidt tot het niet opmerken van. On the other hand, not paying attention. That is, specifically, they regard not the work of God, neither have they considered the operation of his hands, also leads to the pride and the arrogance. Maar ook juist kun je het andersom zeggen, juist doordat je niet oplettend bent wat die Heere God zou doen, eigenlijk is dat ook al een oorzaak dat je trots en arrogant wordt. After all, it is specifically by seeing the big picture that one has the opportunity to sense what a small part of that picture we truly are. In feite kun je zeggen van als je het grote gedeelte en het grote geheel wel een beetje ziet en daar oog voor hebt, dan pas word je eigenlijk ook van binnen juist stil en word je opmerkzaam op je eigen kleinigheid en nietigheid. En word je misschien ook stil dat je toch een deel mag uitmaken van Gods wonderbare plan. And so the antidote, the remedy here as well. In verse
15, and man is bowed down, and man is humbled, and the eyes of the lofty are humbled. En de oplossing, of het vervolg, maar beide eigenlijk, wordt ook hierin geschreven. We kijken naar vers 15 van hoofdstuk 5. Dan wordt de mens verlaagd en de man wordt vernederd. Ook worden de ogen der hoogmoedigen vernederd. As it says in verse 16, the God of hosts is exalted through justice. And God, the Holy One, is sanctified through righteousness. En het uiteindelijke doel lezen we dan in vers 16. Maar de Heere der Heerscharen wordt verhoogd door recht en de Heilige God wordt geheiligd door gerechtigheid. So we can certainly appreciate the connection between the message of humility and God being exalted that appears in both Isaiah chapter 2 and Isaiah chapter 5. Dus in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5 naar Jesaja was heel duidelijk stilgestaan met dat wij of de mensheid zich moet neerbuigen of in nederigheid moet worden, die stap moet maken, zeg maar, naar nederigheid. En daardoor wordt juist de Heere God ontzettend verhoogd. But we still need further to consider the connection, the bond between the beginning of chapter 2 and its continuation. Maar toch moeten we nog even verder kijken, want het begin van hoofdstuk 2 is heel anders natuurlijk dan het vervolg daarvan. Daar moeten we nog een oplossing voor zoeken. That is the beginning, the exalted vision of the end of days, and the continuation, these words of review. En dat is dus inderdaad een visioen, dat wordt neergezet, fantastisch visioen voor de eindtijd. En, maar ook de woorden van terechtwijzing en waarschuwingen wat daarop volgt. And maybe we can glean an understanding of that linkage from the words of another prophet. En misschien vinden we het antwoord als we gaan kijken naar een andere profeet om die linken samen te kunnen leggen. Also words of rebuke in Jeremiah. Chapter 3. En we gaan kijken naar Jeremia hoofdstuk 3. En dan vind je ook weer woorden van waarschuwing, van toorn en van afwijzing. Verse 12. Go and proclaim these words toward the north and say, return you backsliding Israel, says God. I will not frown upon you, for I am merciful, pious. Says God, I will not bear grudge forever. En hierna volgt dan, dat lezen we in vers 12 van hoofdstuk 3 van Jeremia. Ga heen en roep deze woorden uit naar het noorden en zeg, keer weder afkerigheid Israël. Luid het woord des Heren, ik zal u niet donker aanzien, want ik ben genadig. Luid het woord des Heren, ik zal niet altoos blijven toornen. I will not bear grudge forever, but I do have expectations of you. God zegt hier in feite van, ik wil niet altijd boos blijven, niet altijd blijven toornig blijven. Maar ik heb wel een bepaalde verwachting. Verse 13, only acknowledge your iniquity, that you have transgressed against God your Lord, and have scattered your ways to strangers under every leafy tree, I have not hearkened to my voice, says God. Vers 13. Alleen erken uw ongerechtigheid, dat gij van de Heer uw God zijt afgevallen en uw gangen gericht hebt naar de vreemden onder elke groene boom en naar mijn stem niet hebt gehoord. Luister het woord des Heeren. Verse 14. Continuing the rebuke. Return, O backsliding children. Says God, for I am Lord unto you. Vers 14 gaat verder met het oproepen om terug te keren. Keer weder, afkerige kinderen, luid het woord des Heren, want ik ben Heer over u. This is not just words of review. The continuation of the verse. And I will take you one of a city,
and to her family, and I will bring you to Zion. En de woorden van troost komen er ook achteraan. Ik zal u nemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en u brengen te Zion. Verse 15, and I will give you shepherds, according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. Vers 15, en ik zal u herders naar mijn hart geven, die u zullen weiden met kennis en verstand. Remember the final verses in Isaiah chapter 1. And I will restore your judges as at the first, and your counselors as at the beginning. Afterward, you shall be called the city of righteousness, the faithful city. Zion will be redeemed with justice. En herinner even wat wij ook eerder hebben gelezen in Jesaja, en dat staat dan aan het einde van hoofdstuk 1. Zion zal door recht verlost worden, en wie zich daaruit bekeren door gerechtigheid. But even more so. Returning again to Jeremiah chapter 3, verse 17. Maar we gaan nog even snel terugkeren naar Jeremia 3, vers 17. At that time they shall call Jerusalem the throne of God. Who will call Jerusalem the throne of God? The continuation. All the nations will be gathered unto it. The name of God to Jerusalem. Neither shall they walk any more after the stubbornness of their evil heart. Vers 17 van Jeremia 3. Te die tijden zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren. Wie noemt Jeruzalem zo? En alle volken zullen zich daarin verzamelen, dus de volken en de naties, om de naam des Heren te Jeruzalem. En zij zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid van hun boos hart. Words of rebuke, but also words of consolation. Dus woorden van terechtwijzing, maar ook woorden van troost en weer ontferming. The great homecoming to God. Het grote thuiskomen naar de Heere God. And most of all, when we consider how these words of rebuke and these words of consolation come together, perhaps the most important theme for us to recall in these words of Jeremiah is what God says in verse 12 once again. En juist de woorden van straf of toorn of afwijzing, maar ook van troost, van rechtvaardiging, zeg maar, als het daarna volgt, vinden we dus, als je die twee samen gaat verstaan, gaan we nog even weer kijken naar vers 12, want waar komt dat meer tot uitdrukking? Remember, I will not frown upon you, for I am merciful and pious, says God. I will not bear grudge forever. De oplossing ligt er hierin, dat God dus zijn volk oproept om terug te keren. En heel genadevol zegt hij dan ook in vers 12, ik zal u niet donker aanzien, want ik ben genadig. Het woord des Heren. So the content of Isaiah chapter 1 was rebuke, and most of the content of Isaiah chapter 2 is also rebuke. Dus de woorden van hoofdstuk 1 zijn eigenlijk, van Jesaja, waar we dus mee begonnen, zijn eigenlijk een aanklacht, een waarschuwing, en nou ja, van alles wat niet goed was. En eigenlijk, hoofdstuk 2 van Jesaja, het grootste gedeelte bestaat daarin, daaruit ook. Words of rebuke by themselves would be of little avail if God didn't give us a sense of the exalted goal that we advance and toward which we ourselves are advanced by our heeding the words of rebuke. And returning to God. Dus de uitdaging ligt daar juist in. Juist aan deze woorden, die sterke woorden van afwijzing, van waarschuwingen, maar ook van de aanklachten. Dat is ook een uitdaging voor een ieder om daarin attent te zijn, maar daarin ook Gods advies op te volgen, want hij is een genadig God. Maar dan ook te komen tot nederigheid, tot erkenning. That exalted vision
of the future is when the mountain of God's house is set at the top of mountains and uplifted above the hills, and all nations stream to it. Dus het uiteindelijke doel waaruit dit zal voortkomen, zal uitlopen, is inderdaad dat God verheven zal zijn op zijn heilige berg. En dat de naties zullen optrekken, dat dus hebben erkend. En daarin God ook zullen aanbidden. That's of course when we learn to pay attention and humble ourselves. Maar dat is natuurlijk alleen maar mogelijk als wij wel opmerken de grote daden die de Heere God doet. Als we alert daarop zijn. En dat we met een nederig hart hem naderen. As a final thought, we'll know that, at least in English, there's an expression, put someone in his place. En de laatste gedachte die hij daar even wil noemen, is eigenlijk ook de titel van vanavond, breng mensen op hun plek. The meaning of the expression is that someone is getting too arrogant, too conceited, you put him in his place, meaning you humble him. Ja, dus in feite, dit is dus een Engelse uitdrukking. En onze Nederlandse uitdrukking zou ik zeggen dat iemand even op zijn nummer wordt gezet of iemand op zijn plaats wordt gezet. Dan druk je iemand even naar beneden als hij heel arrogant of trots is geweest. Well, clearly, most of Isaiah chapter 2 is precisely about that. Putting us in our place with humility. En in feite is daar eigenlijk het hele hoofdstuk van Jesaja 2 aan gewijd, dat wij of de mensheid op zijn plaats wordt gezet ten opzichte van de Heere God, dat de nederigheid wordt geleerd, dus op een nummer wordt gezet, op de rechte positie, zeg maar. So maybe we should add, we only really learn what it means to be put in our place when we can truly understand what our place really is supposed to be. En natuurlijk kunnen we het pas echt heel goed begrijpen als wij ook heel goed ons ervan bewust zijn wat het eigenlijk is om op je plaats gezet te worden. Our place, the place of all of us, the place of all nations, the place of the whole world, is coming to the mountain of God's house. Which is set at the top of mountains and above all hills, toward which we all stream together. En als wij ons dan afvragen wat onze eigen plek is, of als wij terecht worden gezet, of op onze plaats worden gezet, dan kun je dus eens gaan nadenken van, wat is eigenlijk onze plaats dan? En in feite is de plaats van de natie, van de volkeren, van iedereen, is eigenlijk de plaats onder Gods hoogste berg, zeg maar, waar hij aanbeden wordt. Dat is de juiste positie voor ons als mensheid. What is exalted on that day is of course God and his house. Want wat op het eind inderdaad wat verheven zal zijn, dat is natuurlijk de Heere God en zijn huis. When we learn this message, the humility isn't something that has to be forced upon us. On the contrary, we recognize that by our humbling ourselves, we become part of something that is incomparably greater than any of us on our own. Zoals we onze positie heel goed zouden bemerken en daar ook naar handelen, dan zullen we ook zelf, als je dan nederig bent voor de Heere God verschijnt, dan weet je ook van dat is niet erg. Want je gaat dan ook merken dat je een deel bent van zijn grote geheel. En dat is natuurlijk prachtig. That is our all uniting in service of God is the greatest blessing that we could possibly achieve. Want als wij allemaal vereenzelvigd zouden zijn in het aanbidden van het dienen van de Heere God, ja, dat is natuurlijk geweldig als dat zal plaatsvinden. Dat is het uiteindelijke doel. Maar dan heb je, mijns inziens, ook natuurlijk de vrede. And that is the blessing.
als Isaiah chapter 2. En dat is de zegen die dan ook over iedereen zal komen. En deze zegenrijke boodschap is eigenlijk de conclusie van hoofdstuk 2 van Jesaja. God bless you. God zegent jullie allemaal.